De regering heeft nu in feite na 10 jaren, want de vorige regering die heeft het allemaal zo gelaten dat er toen heel veel onduidelijkheden waren, maar de regering Santokki Brunswijk die heeft nu het besluit genomen. Dat van de bustarieven, dat is nu eindelijk beslist. 5 SRD per passagier wordt dat vergroot Paramaribo. En wat ook besloten is, geen subsidies meer. De buschauffeurs die zullen dus nu rijden tegen een tarief dat voor hun ook winstgevend moet zijn. Ook nog andere besluiten zijn genomen, maar daarover spraken wij met FOSAF-voorzitter Suraj Sahadeolal. Het is vandaag door de regering een besluit genomen ten aanzien van de tarieven en herstel openbaar vervoer. De tarieven voor Groot Paramaribo is vastgesteld op 5 SRD per persoon. En vanaf volgende week maandag gaan de bussen dan weer beginnen te rijden. En wij hebben instructies gehad dat wij de klapstoelen moeten weghalen. En dus uiteindelijk gaat het erom dat 26 personenbussen met 20 mensen gaan vervoeren. En 30 personenbussen met 24 mensen. De bedoeling van de klapstoelen waarom men moet verwijderen is dat je kan die stoelen ook laten. Maar we hebben ook mensen die niet aan de regels gaan houden. En ze gaan de bussen dan gewoon prop willen vullen. Dus om dat te voorkomen, dat we toch in mindere mate de bussen gaan vullen. En om de problemen te voorkomen, is er dan vanuit de regering concreet geëist naar ons bushouders toe dat wij die klapstoelen moeten verwijderen. Dat is ten tijde van die COVID-periode. En die COVID-periode voorbij is, dan mogen wij onze klapstoelen weer zetten. En we gaan dan voor de tarieven dan blijven rijden wat er vandaag bekend is gemaakt. U weet, meneer Ganesh, en de gemeenschap ook, mijn persoon, ik heb heel lang aan de weg getimmerd voor de aanpassing van de bustarieven. En het moest eigenlijk al heel lang een feit zijn. En de nieuwe regering heeft daadkracht getoond. En men heeft de brandstofcompensatie gewoon afgeschaft. Wat eigenlijk al die tijd ook moest gaan gebeuren. Want er heeft heel veel gesjoemelpraktijken plaatsgevonden. En de regering, de nieuwe regering, die ook heeft gezegd dat zero tolerance corruptiebeleid, dat men gaat uitvoeren. Dat men straks dan ook de zaken met betrekking de gesjoemelpraktijken, wat er was bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie naar bushouders, dat men dat ook gaat moeten onderzoeken. En men heeft daadkracht getoond dat men het geheel wanorde situatie was gaande, was met de betaalorganisatie die ermee belast was, dat men hier een einde eraan heeft gebracht. En ik zeg altijd, alle kwaad heeft een einde en onderschat de kracht van eerlijkheid nooit. En ik heb altijd gepleit dat er goede orde moet zijn ten aanzien van de stand van zaken binnen ons particulier openbaar vervoer. En vandaag is er een aanzet daartoe gegeven door de nieuwe regering. En ik wil bij deze de regering complimenteren dat men daadkracht heeft genoeg getoond om dit alles nu goed te kunnen organiseren. En het werk gaat nu beginnen. En wij gaan nu verder. Uiteindelijk gaat er een fase zijn van een stabilisatiefase voor de komende 2 jaren met de nieuwe tarieven. Daarna uiteindelijk de vervangingsinvesteringsfase en de fase van continuïteit en groei. U weet, subsidiecompensatie is nooit gezond voor een sector. En de vorige regering heeft het niet willen doorvoeren en men heeft toch men had in deze belangen bij de verkiezingen, men dacht dat men de verkiezing zou verliezen indien men de tarieven zou gaan aanpassen, maar je hebt de verkiezing toch verloren. Dus jouw aanpak naar de sector toe was totaal fout en men heeft toch afgerekend met jou als regerende partij toen. En het is een duidelijk signaal en de nieuwe regering die heeft haar deskundigheid en het zelfvertrouwen als regeerder hier in deze getoond. En wij stellen het zeer op prijs, want dit is wat al heel lang moest gaan plaatsvinden. En u weet, alle prijzen zijn al aangepast. Alleen openbaar vervoer, die moest je gaan onderdrukken. En het bussenpark die spreekt van zich voor dat wij bussen hebben van de jaren 90, 91, 1985. Ja, dus we gaan nu moeten werken dat wij updated kunnen zijn als sector. En dat wij geleidelijk de sector gaan vernieuwen.
vernieuwen en moderniseren. En dat het aantrekkelijk moet worden voor de totale gemeenschap. Ja, maar die SRD 5, dat is wel werkbaar? Nou kijk, meneer, SRD 5 is een tarief die eigenlijk, ja natuurlijk, het is gangbaar. Want het was altijd zo dat de prijs van de Minisof en de prijs van de stadsreis per passagier in Groot Paramaribo altijd hetzelfde was. En die prijs van Minisof is nu momenteel 6 SRD denk ik hoor. En de tarief is nog 5 SRD. Dus het is zeker betaalbaar. En de prijzen moeten wij eigenlijk gaan aanpassen. Hoe lang ga je het zo'n achterhaalde tarief blijven handhaven? En indien er mensen zijn die gaan zeggen van ja, we hebben 2-3 kinderen en we kunnen niet verzorgen en het wordt onbetaalbaar voor ons. Kijk, er zijn genoeg oplossingen. Ja, dat zou ik ook net vragen, heer Sadeulal. Hoe zit het met onze scholieren? Hoe zit het met onze seniorenburgers? Kijk, voor scholieren is er schoolbus die men in het systeem ook heeft. En we hebben ook de NVB-bussen. En ik wil ook wat meegeven aan de Surinamers vandaag. Kijk, de mindset van de doorsnee burger is vaak geëmotioneerd ingesteld. Als u een inkomen heeft van 2500 SRD per maand, dan praat ik over de lage inkomens. En uw partner ook een inkomen van 2500 SRD. Gezamenlijk verdienen jullie misschien 5000, 6000 SRD per maand. Dan kan je toch onmogelijk 3-4 kinderen in deze gaan maken. En dan kan je zeggen van dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij iemand anders moet zijn. U moet kijken naar uw budget en uw budget moet toelaten in hoeverre u uw gezinsplanning gaat doen en hoe u uw gezin gaat kunnen uitbreiden. U mag 30, 40 kinderen ook gaan maken, maar bent u in staat om ze te kunnen verzorgen? Uw verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. Het ligt niet bij de staat of bij de ondernemer die uw verantwoordelijkheid gaat moeten dragen. Want hoe lang kunnen we zo doorgaan hier in Nederland? Want altijd wordt er verwijten gemaakt van ja, ik heb 4, 5 kinderen en ik kan niet betalen. Het moet ook eens bij uzelf beginnen. Want uw budget moet toelaten wat u kan en wat u niet kan. Dus laten we daaromtrent ook eerlijk zijn en nuchter zijn en objectief zaken gaan bekijken. Wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. Dus het gaat in deze om een sectorbelang. En wanneer wij de sectorbelangen gaan vooropstellen, dan dienen wij ook marktgericht onze zaken te gaan aanpassen. En dat is wat de regering heeft gedaan. En dat is toch een goede ontwikkeling. Ja. En de PLO is ook eens met hetgeen is voorgesteld nu door de regering? Ja, ik heb gezien dat de PLO-akkoord is gegaan. Ik heb via ook de nieuwsites gelezen en men heeft het bewilligd. En ik denk de PLO die in deze al die tijden sector achter had gehouden. Maar met de aanpak van de nieuwe regering en de inzichten van de huidige beleidsmakers was de PLO ook gewoon genoodzaakt om mee te gaan met de ontwikkelingen van de sector. Want 10 jaar lang heeft de PLO ook goed meegewerkt met de vorige regering om de tarieven te politiek te laten onderdrukken. Want men was geaccommodeerd met de uitbetaling van de brandstofcompensatie als een vakbond. Terwijl dat nergens is vastgesteld, ergens dat je als vakbond de gelden van je leden gaat uitbetalen, toch? Dus de PLO is genoodzaakt en men heeft ook gezien de aanpak van de regering ten aanzien van het corruptief beleid wat men gaat aanpakken en uitvoeren, dat eigenlijk in deze de PLO heeft ingezien dat ze moeten meewerken, want dat kan niet zo door blijven gaan. Want het was echt een puinhoop met betrekking tot de uitbetalingen. U weet zelf, ik moest zelf daar voor bushouders gaan om hun gelden laten uitbetalen. Men wilde bepaalde mensen niet uitbetalen. Waar ze aan mee kan, dan werd er altijd onderdrukking toegepast naar die leden toe. Ja, sommige mensen... Dat is niet voorbij, voorgoed voorbij. Ja, alle rotzooi, alle puinhoop, alle stress met betrekking tot dat je compensatie gaat krijgen of niet gaat krijgen. Alles is nu tot het verleden gaan behoren. En we zijn daarvoor de nieuwe regering dankbaar. Want men heeft de bushouders de afgelopen periode flink onder druk, flink laten stressen. En mensen met leeftijd, mannen die daar gaan en ze gingen als grote mannen die huilen daar in de kantoor van PLO-kantoor. Men werd gewoon onder druk. En die dingen heb ik ook gezien met mijn eigen ogen. En het was nooit prettig om die dingen te zien hoe je mede-collega's daar. Ja, ze barsten in tranen uit om alleen om wat aan geld te komen. Terwijl het zijn jouw gelden. En indien je dat geld niet gaat krijgen, wordt het toch niet teruggestort op de rekening van de overheid. En al deze zaken heeft mij ook goed gehinderd. En vandaar dat wij uiteindelijk het initiatief hadden genomen om met een
actiegroep te komen en ook met een organisatie om dit alles uit het verleden te laten behoren. Want we moeten in staat zijn hier in het land om richting te kunnen geven van sectoren waartoe wij weten dat het belang van de samenleving niet geschaad wordt. En daarvoor moet je die durf en die guts hebben. En dat hebben wij getoond als bushouders. En het is ons gelukt. Maar, ja. Maar zijn twee organisaties daar nog nodig? Eigenlijk vind ik van, de PLO is niet nodig. Ik durf dat te zeggen. Want de PLO als organisatie, 30 jaar en meer, wat hebben ze bewerkstelligd voor de particuliere bussector in Suriname? Dan ga ik beginnen vanaf het begin. Toen de routes ontwikkeld waren, was er een situatie met betrekking tot de aanloop van de passagiers. Er waren bussen ingezet. Naderhand is uiteindelijk de aanloop van passagiers gaan afnemen, omdat men begon te investeren in privépersonenauto's. Maar wat was de reden daartoe? Ben jij toen als organisatie dat je kon inzien waarom men de overstap heeft gemaakt naar gebruik van privépersonenauto, terwijl wij ook op de vervoersmarkt actief waren toen er nog geen overtollige auto's waren. En de positie van de bushouders was door de jaren heen geleidelijk gaan, dat het is gaan afzwakken. En wie was daarvoor verantwoordelijk? Toen was de FOSOF nog niet in het leven geroepen. Jij was als belangenorganisatie die de belangen had moeten vooropstellen van de ondernemers en dat je had moeten werken naar een gestructureerd, georganiseerd vervoerssysteem in Suriname en met betrekking tot de infrastructuurontwikkeling ook. Maar je hebt daar zitten verzuimen. Ja, je hebt meegewerkt met de regering aan het uitgeven van nieuwe vergunningen. Vergunningen zijn verkocht. Ja, overtollige vergunningen is ook een van de oorzaken dat de sector vandaag de dag onaantrekkelijk is. Er zijn routes waarbij men om de ene dag is gaan rijden. Waarom? De aanloop is met de dag achteruit gegaan en daarom rijdt men om de ene dag om toch wat aantal te kunnen maken. Er zijn bussen die 6 maanden thuis blijven, terwijl je voor het gehele jaar belasting gaat moeten betalen, verzekering gaat moeten betalen, keuring gaat moeten betalen, KKF-kosten, trajectgeld, alles betaal je voor een gehele jaar. Maar je blijft 6 maanden thuis. Wie heeft voor al deze zaken gezorgd? Het is de PLO. En ik zie in deze geen enkel nut dat het PLO een recht van bestaan heeft voor mij. Want je vertegenwoordigt alleen één doelgroep, dat is de particuliere bushouders. En ik durf te zeggen, want er zijn vele bushouders die dat niet kunnen, ze hebben durf niet om te zeggen dat de PLO geen recht van bestaan heeft. Niet omdat wij een organisatie hebben, maar wij hebben een organisatie en wij weten waarvoor wij nastreven. Wij hebben een bepaalde visie. Wij hebben een visie voor het compleet openbaar vervoer Suriname. Wij kijken niet alleen naar het belang van ons eigen als ondernemers, maar ook het belang van de samenleving. Hoe kunnen we de samenleving beter gaan dienen? Hoe kunnen we de transporten voor onze passagiers aantrekkelijker maken, waardoor wij als ondernemers profijt van kunnen hebben. Je moet van beide kanten kunnen gaan nadenken. En dat heb ik altijd gemist binnen de PLO. Ik heb de PLO ook goed gevolgd de afgelopen jaren. En ik heb altijd constructieve gesprekken willen voeren met het bestuur. Maar het bestuur was alleen maar gefocust op één ding. Uitbetalen. En allerlei controle gaan doen naar elkaar toe. Hoeveel geld je kan inhouden en je eigen zak vullen. Ik zeg het gewoon. En men mag boos worden op mij, maar het is de waarheid en het moet gezegd worden.